Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we zijn er volop bezig geweest, hè? Zeker. We zijn hier al in het bos bezig geweest. Daar wat pallets eruit gereden. Zo is het. Ik wil zeggen, ik sta hier samen met Mark. En ja, we zijn inderdaad al volop bezig geweest. Mark met de loader. Met de A-man. Ja, mooi man. Zien. Ja, je bent, want hij kwam hier aan. Ik zei, kun je heftruck rijden? Want ik was al eigenlijk een beetje met een loader om een spul eruit te rijden. Hij zei, heftruck heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Maar met zo'n loader wel, want we hebben ook zo'n oude Alman. Tenminste, een oude, dit is een nieuwe. AZ4 maar... heb ik veel gereden. Ja. En dit is een AZ 2022 of zo. Dus, AZ9 geloof ik, toch? Ja. Is het. En wat voor werk deden jullie er meestal mee dan? Dat is vrijwilligerswerk op een manege. Dus daar rij je stro en hooi mee, daar rij je de bakken mee recht, wat zand, wat niet, wat je op een manege kan doen, heel veel. Ja. Ja, dus dat kwam goed van pas die ervaring, dus we zijn gelijk van plek gewisseld. Dus ik ben met de heftruck aan de slag gegaan. Ja, het plan is eigenlijk om het bos gewoon zo ver mogelijk leeg te krijgen. Want het broedseizoen is ook eigenlijk van start gegaan. Hè? Dus dan is het eigenlijk wel voornaam dat we weer een beetje rust houden in het bos. Dus we willen vandaag gewoon alles eruit halen. Kijken hoe ver we er komen. Ook die rijplaten gaan we eruit scheppen. En dan denk ik dat het dag al een heel eind om is. Dat is nog best wel een kawaitje. Ja, ik heb hier gewoon aan de zijkant een heleboel spullen gewoon even zo neergeduwd. Ik heb ook al een aantal pallets in de palletstelling gezet. Maar ja, hier moeten we nog even een selectie van gaan maken. Misschien is het wel leuk om straks aan het eind van de dag, we moeten de sheriff eigenlijk nog eens een keertje starten. En we moeten er even blikjes op de uitlaten zetten, want ik denk dat er weer water in staat. Er had een zeil overheen gelegd, maar dat waait steeds weg. We moeten daar gewoon weer ouderwets blikjes overheen zetten. Net zoals we bij de oude werkplaats hadden, want die waaide er namelijk niet af. Ja, en daar achteraan staat natuurlijk deze crossbuggy ook nog. Kijk, dit ding. En die hebben we natuurlijk al, die staat er ook al heel lang. Die hebben we toen gebouwd, maar eigenlijk verder nooit getest. Ook omdat de motor niet helemaal lekker was. De brandstofpomp, daar bleef... Die bleef open staan, hè? Precies, ja. Als hij start, dan slaat hij gelijk op hol. Dus we moeten eens even kijken. Misschien kunnen we die wel gangbaar krijgen. Hè? Dan zou het ding misschien wel eens kunnen starten. Misschien kijken of die rijdt, eigenlijk. Het zou mooi zijn om dit toch ook eens een keer... enigszins af te werken en dan ook op te ruimen. Ik wil een aantal dingen weg gaan doen. Bijvoorbeeld net ook deze de Suzuki Vitara. Die staat eigenlijk ook wel een beetje op de nominatie om hem op te ruimen. Dus als iemand nog een toffe cross jeep zoekt, hier staat er een. Het is gewoon een Vitara. Het motortje is niet al te best. Daar zouden eigenlijk andere lagertjes in moeten. Die rammelt wel een beetje. Maar hij doet het wel. 4x4 werkt ook gewoon en zo. En het is gewoon een ruige buggy. Zo. Ja, mooi. Hey, laten we gauw aan de slag gaan. Oké, dan pak ik even een sleepkabel. Dan kunnen we die gaas wegslepen. En dan kunnen we het beste zo een stukje slepen, denk ik. En dan pak ik hem hier over met de heftruck. En slepen met de heftruck naar voren. Dat is het handigste, denk ik. Ja, gewoon tot hier slepen. En dan kan ik die kant op en dan kun jij hem die kant op slepen. Ja, ja, als jij dan met de loader een stukje die kant op rijdt nog. Dat hij gewoon hier staat, die het op het hart staat. Dat moet ik even gekeerd hebben. Ja, ja, precies. Dat hij met zijn neus die kant op staat. Dat is het handigst. Dan rijd ik deze pallets nog even weg en dan laten we dat dan dadelijk die wegslepen. Ja, het stuurslot zit er niet op, dus dat is handig. Is al gelopen. Ja, met gereden ook al. Hij is verzekerd zelfs. Zo. Ja, nou gekeurd hoeft hij niet.
Nee, hij is oud genoeg. Dus. Ja, toch wel. Geen luchtfilter. Nee, dit luchtfilter dat was niet oké wat erin zat. Hoeveel zit er nou in? Wat? Edgar! Goed jongen. Ja, goed jongen, hoe is het met jou? Ja, ga lekker. Ja, mooi. Je moest pak opleggetjes hebben. Ja, zeker ja. Ja. Dat ik. Ah, mooi man. Hé, hey, we hebben hier, kijk wat ik hier heb. Ik heb hier een aansluiting buiten gemaakt. Zouden we daar iets omheen moeten maken of zou dat... Dat hoeft niet. Maar het is nog niet verkeerd om even een kapje eroverheen te zetten. Ja, dat hij een beetje uit de... Dat zal voor je kop liggen. Ja. Hij kan het wel hebben, maar... Ja, inderdaad. En dit is eigenlijk aluminium. Dit is volgens mij RVS misschien zelfs, of verzinkt? Nee, dit is gewoon pisbakstaal. Ja, gewoon verzinkt. Ja, dit is aluminium in ieder geval. Dus ik maar als je even iets een afkapje maakt... Ja, het knutselt fijn weg, die leidingen. Maar dat is ook zo. Dat is ook mooi van deze systemen. En in principe kun je alles weer gebruiken. Ja, inderdaad. Maar het is wel in jouw kleur. Inderdaad, joh. Oh. Hey. Die is mooi. Even eruit pakken. Ik denk, hè? Hoe kan het nou dat hier in één keer die... Want ik heb zelf het bouwpakket. Ja. Alleen ik kom er maar niet aan om naartoe om af te bouwen. Kijk dan. Zo, de rupsjes er zijn dan. Ja. Hé, hey, joh. Ha. Hoe zit jij erop ook, hè? Ja, inderdaad. Ja, type 59, of nee, type 54 machinegeweer. Dat is een Chinese douchka, geloof ik. Klopt dat die nog grijs is? Die is nog helemaal grijs, ja. Die is ook nog niet klaar, nee. Ja, ooit een keer als ik met pensioen ben, misschien. Kijk, de kanon is, dat is een lang ding. Ja, maar kijk eens. Kijken. Nou, een beetje reorganiseren. Dan doen we één rolgolf naar beneden. Ja, mooi. Zo, nou, dankjewel hoor. Kijk eens aan. Goed, joh. Ja, de koppelingetjes, ja. Ja, geweldig. Ik had ze hier allemaal mee buiten gedaan. Er zit een verlengstukje bij. Oké, oh ja, inderdaad. Deze zijn binnendraad. Ik vroeg me al af waarom deze anders waren. Oh, maar dat maakt niks uit, ja. Dat is gewoon perfect. Dat is dan een soort van swivel. Hé, hey, joh. Oh. Hé. Hey. Dan kun je in je gereedschap zetten. En dan draait die slang... Oh. Hé, hey joh, maar dat is ook handig, want als er dan lussen inkomen, dan woep, kun je hem zo ontlussen. Oh joh, maar dat is geweldig. Kijk, je kunt hier zien, jij draait gemiddeld op 40%. Ha. Van zijn vermogen. Is bij van debiet of zo. Ja, debiet is flow. Je kunt zien 20% en die 80% is meestal zijn de opstart. Ha. 745 keer opgestart. 75% draait hij tussen de 20 en de 40% van zijn toeren. Dat is beter anders, hè. Dan draait hij naar onbelast. Gaat hij eerst intern zijn eigen systeem op druk brengen. Ja, het staat gewoon open. Ja, het staat wel heel langzaam. Moet je even buiten open draaien. Ja. 9 bar, hè? Kijk, zie je? Nou, zo blijft hij even bezig, hoor. Dan, Is rechteraf en dan pompt hij erbij. Nee. Maar als we een interne systeem hebben van druk af en meer doet hij niet. Okay. Hartstikke bedankt. Als wat heb, hoor maar. Succes. Dan trek ik aan de bel. Je hebt mijn app. Hey, doei. Zo, gaan we weer verder. Nou, die pallet is ook niet alles meer. Als ik hem nou gewoon... Als ik alleen die dingen kan opscheppen, dan zijn we er ook al.
Hupsa. Oh. Ja, zet maar neer. Ja. Ja hoor. Nou joh, bijna leeg weer inderdaad. Ja, nog een paar rommeltjes en zo. Dingen met de hand nog. Ja, dit moet even kijken, die banden. Ja, misschien dat we dit gewoon straks even met de bak van de loader. En dan gooi je ze gewoon daar even in. En dan gooi je ze daar op een hoop, want hier moet ik ook eventjes de krietjes doorheen gaan, want hier liggen ook een boel wielen bij. Dit is nog een oud wiel van de Mondeo, met een kale band erop. Ja. Gewoon weg, gewoon naar de sloop daarmee. Dat hadden de kijkers al wel gezien, Tom? Ja. Nou, dat was gefilmd, ja zeker. Dat was toen die boom op het dak gevallen was, en was deze ook omgegaan. Zo, als deze op het dak was gevallen. Oeh. Ja, dit is een serieuze Jaap, hè? Die is een jaar geleden omgevallen. Kijk. Lekker veel mos erop al hier. Dat is goed, hè? Ligt mij niet in de weg, hoor, die boom. Dat is hartstikke goed voor alles. Het is vingerhoedskruid. Er komen veel bloemen in, jongen. Wat mooi, hoor, dit. Hier, kijk hoeveel. Gaat daarin. Daar. Wat verdamme. Ja, nou springen het. Ja, en dan komt zich hier uitkloppen. Dan moet jij hem eruit halen. Ja. Nou, Tom, spring jij er maar in, want ik zei net, Luca die zwemt niet. Kom maar, ik film wel. Nee. Die gaat alleen maar pootje baden. Die gaat er helemaal niet in dat water. Boterhammen tijd. Ja, die ja. Nou, wat over, hè? Honda. Bap, bap. Laten we alles terug in het bos zetten. Ik vond die ruimte hier wel fijn, eigenlijk. Daarom doet Luca zo lief tegen jou. Zeker. Moet je goed omkopen. Ik denk dat we hem wel dicht krijgen. Ja, we moeten hem nu dicht doen. Want de kat ligt namelijk binnen in het kantoor. En die slaapt ook in die container. Dus laten we gauw die deuren dicht doen. Nou, we zeker weten dat hij er niet in zit. Zo had ik dat gedacht. Ja, en als je net... Dan schuift hij met deze hoek naar achter toe. Een heel veel tandbandje eromheen. Nou, dan kan het hier nooit afvallen. Hij kan wel er. Ik kan hem nou niet stellen. Oh, ja. Wel zo. Kijk maar, zwenk hem maar even naar hier, dan kijk ik er wel even in. Nee, er ligt nog een beetje troep in. Grote verf. Verf voor de, van de rolka is dat. Zo. Opruimen, hè? Een soort van, ja. Ja! Zo.
Kunnen we er ook nog uit rijden, grasmaaier. Ik was alweer vergeten hoe het eruit zag, zo leeg. Hè? Ja, dat is beter. Alleen nou is daar vol. Luca is er ook blij mee. Gelijk even al de boel onderpissen, hè, Luca. Ja. Ja. Welkom bij Master Milo Occasions. We hebben echt schitterende wagens in de aanbieding. Deze is van een oud vrouwtje geweest. Deze is echt supergoed. Kijk hier. Het is een soort van convertible. Dit is wat je wil. 1,6 mm profiel. Maximaal. Dit is echt een supersnelle buggy. Kijk hier. Met een rood klepperdeksel. Als de motor een rood klepperdeksel heeft, is hij altijd extra snel. Want deze is zelfs zo snel, alles is rood, behalve de banden. Deze is niet te koop. Ja, crossauto in de aanbieding. Iemand crossauto? Is een beetje cold. Ja joh, niks geleden. Dit is vroeger van oude mees geweest, ooit heel lang geleden. Ja, ja, die is inderdaad van de eerste eigenaar geweest en ook van de tweede. En die is niet te koop. Die is nog te mooi daarvoor om te verkopen, hè? Die is namelijk voor Mart. Daar ga ik de pedalen van verlengen en zo. En dan moet hij leren rijden. Tot tijd. Hij is 5, dus hij kan maar quad rijden, hij kan maar fietsen. Het is nou een tijd dat hij leert auto rijden. Welke auto? Dit is een monument. Deze gaat hier weg. Eerst nog even in die kluis kijken. Ik zou het bijna vergeten. Ja, kijk hier dan. Een gat in mijn laars. Maar beter dan een laars in je gat. Oei. Yeah, this is nice. Ik kan het zien in mijn bestelhistorie. Ik bestel elke keer dezelfde. Zo. Gaaf modelletje. En dat waren ooit dezelfde? Dat zijn exact dezelfde, dit. Dezelfde maat, dezelfde kleur. Helemaal hetzelfde. Dat zijn grote laarzen, hè. Wat voor maat was het? 48. Ja, ik heb grote voeten. En je weet wat ze zeggen van mensen met grote voeten. Ook grote laarzen. Ja, deze die had ik nodig. Slangen voor de BMP. Olé, olé. Even de prik erbij. Zo. Zo. Ja, hoor maar. Oh ja, er staat wel een beetje water in. Oeh, ja, er staat echt gewoon water in. Dan moet je misschien eerst even met een sleutel ronddraaien. Yep. Even de buzietjes eruit. Er staat best wel wat water in de uitlaten. Dus als ze hem zo gaan starten, hebben we kans dat hij dadelijk vastloopt op het water. Water kan je niet samen drukken. Daar hebben we allemaal een keer gezien, hè, wat er dan gebeurt als je motor laat lopen met water erin. Dat is niet helemaal goed. Dus we gaan eerst eventjes deze eruit halen. We kunnen hem starten. En dan, tenminste, starten, rondgooien. Dan drukt hij het water hier langs de buzizer uit. En langs de uitlaten deels. Nou, er zit nog geen water aan. De buzizer, daar valt nog alles mee. Oké, nou mooi. Laten we hem even rondstarten. Dan frotst hij het water eruit. Ik weet niet veel. Geen water hoor. Hij gaat wel langzaam rond, moet ik zeggen. Op, nou gaat hij harder rond. Komt niks uit. Klik. Klik. Ik dacht dat jouw arm die momentsleutel was eigenlijk. Ja, ook. Goed zo, ze zitten allemaal mooi op dit moment vast, dus dan is het goed. Oké, let me see. 24 volt nog? Nee, dat hoeft niet. Beetje benzine erin. Yeah.
Hoezo? Zo? Oh, ik dacht dat hij weer ging toesteppen. Hè? Nee, ik zet hem uit, het is goed. Nou, dan heeft hij even gelopen. Nou is in ieder geval zeker al het water eruit. Er komt wel weinig uit hoor. Ja? Ja. Nou, dat valt wel mee. Het zijn ook niet zo'n grote pijpen, maar toch stond er wel water in, had ik het idee. Ja, nu zijn ze mooi zuiver. Kijk, zo wil je zien dat uitlaten zijn. Mooi droog en gewoon zwart van binnen. Roodgroeiend. Ja, dit bier heb ik dus in het Krolsbos gevonden. En ze is echt gewoon smerig. Dus dat is goed om dit... Ik moet eigenlijk harder schudden zo. Deze is echt flink geschud. Kijk. Oh, Luca! Het sluit al niet uitzet of zo. Moet je eigenlijk zo met je mond eraan gaan hangen nou, hè? Nee, het is echt niet lekker, het bier. Weet je het zeker? Ja, ik wou zeggen, ik wil ook wel een beetje proberen. Nee, het is echt het is niet lekker. Ja, dit is echt, ik vind dit echt geen lekker bier. Het is echt, ik lust eigenlijk bijna alle bier, maar dit, ik snap waarom ze dit achtergelaten hadden. Het is niet, gewoon echt niet zo lekker. Er zitten allemaal gulpen in. Oei, niemand komt de Maaskant, jongen! Kijk, of niet om het drank te doen, om het blikje. Die hebben wij nodig. Yes, this is good. Yes, nice. Zo. Het ruikt echt naar een kroeg op maandagochtend met carnaval. Ja. En zo smaakt het ook een beetje, ja, denk ik. Als je daar een beetje van de vloer zou drinken, dan zou het zo smaken, denk ik, ja. Zo, nou, dit is gewoon een prima toepassing voor dit bier. Hupsa. Ja, deze moeten we even uitzoeken, hè? Hoe het zit. Dit is een dieselmotor. Hij heeft zo'n Bosch brandstofpomp. Zo'n, hoe noemen ze die dingen ook weer? Je hebt een lijn brandstofpomp en dan heb je deze. Dat is dan een roterende brandstofpomp. Maar in elk geval, die heeft maar één plunger. Die zit in het midden en dan zit er een soort van verdeler op. En die ene plunger die pompt eigenlijk de brandstof door alle verstuiverleidingen. En dan die verdeler die zorgt dan welke leiding dat het wordt, hè? Om het zo maar te zeggen. Ja, en blijkbaar blijft dat ding hangen, want we hebben hem toen een keer gestart. En hij start heel moeizaam en als hij dan eenmaal aanslaat, dan slaat hij gelijk op hol. En dan komt er echt een zwarte wolk uit en dan gaat hij dan komt hij niet goed, om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar uiteindelijk komen dan drijfstangen naar buiten en hij wil die buggy voor niks gebouwd. Dat zou, niet voor niks. Het heeft gewoon een boel materiaal en tijd gekost. Nou, het zou leuk zijn als hij zou rijden. Dus laten we eens kijken of dat we misschien deze motor kunnen laten draaien. En dat die brandstofpomp het gaat doen. Dus we moeten even kijken hoe we die plunger gangbaar kunnen maken. Want vermoedelijk blijft die vastzitten bij zo'n brandstofpomp. Is eigenlijk de stand van de plunger. Die plunger die kan draaien. En die positie daarvan, die bepaalt eigenlijk hoeveel brandstof dat die steeds verpompt per slag. Je kunt eigenlijk het slagvolume aanpassen. En dat heeft ermee te maken met een aanboringje die eigenlijk wordt afgesloten door de plunger. De plunger gaat omhoog. Hierdoor komt diesel erin. Op het moment dat hij die afsluit, die aanboring met de plunger, pas dan begint hij eigenlijk brandstof weg te pompen. Hè? Nou, en doordat die plunger een soort van helix erin heeft, een soort van vorm, en als die plunger dan draait, dan is die plunger eigenlijk de werkbare slag langer of korter. Ja, bij een kortere werkbare slag verpompt hij natuurlijk minder brandstof dan bij een langere werkbare slag. Blijkbaar werkt dat mechanisme niet. Dat blijft hangen. Ja, het is dan zo bij een brandstofpomp vaak. Er zit een golvenersysteem in. Een golvenersysteem die geeft eigenlijk bij meer, als je meer belasting vraagt van de motor, dan gaat hij gas bijgeven. Dat is eigenlijk een beetje zo, een toerental geregelde gasklep. Hij gaat meer gas geven op het moment dat die motor meer belasting. Als je bergop gaat rijden bijvoorbeeld en je houdt de gaspedaal in een bepaalde positie, dan zal hij proberen diezelfde snelheid aan te houden eigenlijk. Nou, wat gebeurt er dan op het moment dat jij de motor stillegt? Ja, dan is het toerental 0.
Dus dan gaat de grof in het systeem, bleep, vol gas. Nou, en als hij dan blijft hangen en je start hem dan op, staat hij vol gas. En dat is nou het geval. Dat is heel leuk als je alleen maar vol gas wil rijden. Maar het is misschien wel handiger om ook wel rustiger te kunnen rijden. Aangezien het natuurlijk toch een soort van prototype is. Moet je kijken wat we allemaal al gedaan hebben. Hè? Zie je dit? Ruig. Extreme portaalassen met eindvertraging, waardoor we hele grote wielen erop konden leggen. En die motor is van een Opel Astra. Gewoon een simpel viercilindertje diesel, turbodieseltje wel, dacht ik. Ja, dat dan weer wel. Turbo! I've got the bastard. Hebben die kip. Ja joh, hier is die brandstofpomp. Laat me het plaatje zien. Ik wil al die dingen niet lezen. Ik wil plaatjes kijken. Zo, je zou maar een luchtaansluiting buiten op de gevel hebben zitten. Hè? Handig. Jo. Even kijken. Het was een beetje van die reinigingschap. Die veiligheid die wil natuurlijk niet in de brandstofpomp. Eigenlijk moet je dit natuurlijk op je schone werkbank doen en zo. Maar bij gebrek aan de schone werkbank en gebrek aan tijd. Gaan we het gewoon even hier een beetje vies peuken en misschien dat het ook wel lukt, hè? Hey. Ook goed. Kijk, daar kunnen heel wat automobielfabrikanten nog wat van leren, hoor. Dat moet eraf, denk ik. Hier. De spruitstukken kun je dan natuurlijk zo niet afschroeven, want er zit de brandstofpomp in de weg. Want ja, hier zit een boutje. Kijk, hier zit zo'n boutje. Dat is daar. Of tenminste, hier zit een moertje. Daar zit een boutje. Daar is het boutje. Daar zit een boutje. En hierachter zit ook zo'n buisje. Hoe kan je nou de boutje daarin draaien? Moet je even kijken wat die grapjurken gedaan hebben. Er zit gewoon geen boutje. Overal heb je twee boutjes nodig om die pijpjes goed vast te houden. Maar bij die, ja. Oh, dat kan die niet. Oh, doen we er daar toch geen. Erg altijd. Ik heb allemaal van die kleine doppersets, maar het zijn allemaal zes kanten en geen 12 kanten. Wie verzint dan ook zoiets om daar weer van die achterlijke koppen aan te maken? Hè? Man, man, man. Oké. Dan moeten we misschien maar gewoon proberen zo de bovenkant eraf te schroeven. Zoals hij nou zit. We kunnen proberen deze er gewoon eens eventjes eruit te halen. Die grote centrale unit daar. Zo. Ja. Ik kan er wel zien dat er over het plaatsen van de radiateur een stuk beter is nagedacht over het hele motorblok. Jonge jonge klungels. Jordan. Oh, pas op vriend. Oh jee, het is natuurlijk een maat die denk ik, dan neem ik de dopset mee. Dan heb ik alles. Hups. Dat is goed. Zo. Ja, zo. Ja. Daar komt wel alles in één keer eruit. Hebben ze. Zo. Pukneuzen. Tuurlijk. Maar hij lekt ook. Ja, we moeten er even iets onder leggen. We hebben. Dat is een driekant. Oh jongens, de speciale boutenparade hoor. Hupsa. Deze even eruit trekken, die slangen. Dan zit... Omdat het spruitstuk niet losgaat, omdat ze daar van die achterlijke bout in gezet hebben. Zit in ieder geval. Oh, het ding staat in versnelling. Volgens mij moet dat ding daar in het midden ook bewegen. Gaat het zitten? Ja, we gaan even kijken. Of dat die middelste bus moet bewegen. Want die moet volgens mij dus bewegen. Hmm.
Hebben ze. Dat is fijn. Dan hebben we die in ieder geval gevonden. Die zit weer dicht. Nu in de winkelwagen gezet bij Indy. Twee dopjes, 12 kant, één lange en een korte. Dat was geen trekker. Eén boutje waar ik niet bij kan. Ik heb hier dus een 12 kant, maar deze die lukt nooit. Zie dit? Zie dit? Hier? Ook zo'n grapje van die Opel meneertjes. Ja, daar zijn wielagers van een Opel Astra. En er zitten ook weer van die achterlijke boutkoppen in. Daar heb ik toen ook al een speciaal toppendoosje voor moeten bestellen. Om die dingen los te kunnen draaien en terug vast. En nou heb ik gewoon weer al aparte dopjes moeten bestellen. Nou ja, deze zijn niet zo apart. Een 8 mm 12 kant hadden we wel. Maar ja, alleen voor de half inch doppenset. En die is dan weer net te dik om daarbij te kunnen. Maar goed, kleintje is in de bestelling. Morgen halen we het spuitstuk eraf. Trekken we de bovenkantje eraf. En dan pak ik mijn hamer en mijn bandijzer en dan frikken we dat ding los of zo. En kijken of we dan weer in gang kunnen krijgen. Zoiets. Ja. Ah. We hebben in ieder geval de sheriff toch kunnen laten lopen. Dat was dan weer wel mooi natuurlijk, hè. Ja, dan met een beetje geluk kunnen we deze morgen starten. Ik denk niet dat het veel werk is. We gaan morgen eerst weer beginnen met het een en ander nog wat opruimen en zo. En dan kunnen we weer aan het eind een beetje puzzelen. Kijken of dat deze in gang wil. Ja, ik ben heel benieuwd, want hij is eigenlijk zover dat hij zou kunnen rijden. Want die aandrijving en zo hebben toen al helemaal afgewerkt, helemaal afgelast en alles. Alleen de voorwielophanging, daar waren we nog niet mee eens. Daar moeten we ook even nakijken. Volgens mij, als ik zo zie ik allemaal bouten zitten die niet vastgedraaid zitten. Misschien even mijn sleutel langs lopen nog. Oh, de stang. Oh, die doet het wel. Ja, ik zie daar wel iets bij. Ik wil net zeggen, kijk hier. Kijk, dat bedoel ik nou. Zie je wel? Dat is gewoon goed. Ik zou die koppeling het wel doen. Tuurlijk doet die koppeling. Want die hebben wij toen destijds nog even zelf geëngineerd. Zie je dat? Gewoon met stangen hier. Is dit klaar? Nee, hij is nog niet klaar. Want we hebben één gereedschapje niet, Mart, wat we nodig hebben. Dus we kunnen hem vandaag niet maken. Vind je dat stom van die meneer die auto hebben uitgevonden? Die motor hebben bedacht? Stom, hè? Waarom hebben ze nou weer een aparte bout erin gedaan, waar we de sleutel niet van hebben? Waarom zouden ze dat doen, Mart? Snap jij dat? Nee. Kijk, dat bedoel ik. Kind van 5 die snapt dat gewoon. En ja, die monteurs, die engineers die dat bedacht hebben, die snapten dat gewoon niet. Dat is gewoon jammer. Er zijn zoveel prachtige bouten en zo, en boutkoppen en constructies al bedacht. Gaan ze daar, ja. 12 kant is natuurlijk helemaal niet zo bijzonder. Dus volgens mij zijn er heel veel mensen die gewoon thuis hebben liggen ook. Ik eigenlijk ook, alleen net niet dat kleine dopje natuurlijk. Zo'n lokfluitje voor honden en kinderen. Oh, het is blij dat we allemaal nog ongedeerd zijn na dat verschrikkelijke geluid. Oh, het is al vuur dat ik zou hier op de grond blazen, want dan waait eigenlijk heel die brandstofpomp vol met stof. Ja, nog even kijken naar het klusje dat wel goed gelukt is vandaag. Nou, mooi, hè? Al die rommel eruit. Dat is een goede zaak. Laten we het gaan afsluiten, want het is ondertussen tijd. Hey Mark, hartstikke bedankt jongen vandaag. Ja, graag gedaan, we hebben een hoop werk verzet. Letterlijk verzet, ja. Ja, en nu kan het de grote selectieprocedure beginnen. Maar het was vooral belangrijk dat het weg was uit het bos. Er kunnen namelijk die rijplaten worden opgeruimd. En ja, dan kan binnenkort ook de loader weer terug. Hè? Want ja, die mogen we niet onbeperkt houden. Die moet ook weer een keer terug. Dus ja, dat kan nou eigenlijk bijna. Ja, moet alleen deze platen nog even wegsjouwen. En dan is het bos eigenlijk wel ver leeg. Ja, ja, mooi! Hey mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe!